Je ziet het bij steeds meer voetbalclubs. Walking voetbal. Ouderen die na jaren weer hun voetbalschoenen aantrekken om op het veld te gaan. Maar ook ouderen die nog nooit gevoetbald hebben, staan ineens op het voetbalveld. Ook bij voetbalclub Juliana en Malden zijn ze trots dat ze zo'n elftal hebben. Zo trots dat ze een heus internationaal toernooi hebben georganiseerd, speciaal voor walking voetbal. Oud-international en profvoetballer Frans Thijssen, die zijn carrière begon bij Juliana en Malden, is blij dat steeds meer clubs starten met walking voetbal. Het is natuurlijk goed nieuws dat iedereen weer in beweging gaat en dat ze allemaal tegen een balletje kunnen trappen. Het is natuurlijk wat anders dan het gewone voetbal, want er zijn natuurlijk ook wel wat regeltjes aan verbonden. Maar ja, het is natuurlijk goed dat iedereen toch de sociale contacten erbij, noem maar op. Dus ik denk dat het voor de meeste van deze spelers een uitje is en daar gaat het om. Dat walking voetbal kent wel wat andere regels dan het normale voetbal. En dat is voor sommige spelers best even wennen. Nou ja, het woord zegt het al, walking voetbal. Dat betekent dat je niet mag hardlopen. Er wordt redelijk, en zo in dit toernooi aangehouden aan die regel. Geen lichamelijk contact. Ballen moeten laag blijven, dus heuphoogte. Kooltjes zijn ook net dezelfde hoogte als de heup. Je mag de bal indribbelen, je hoeft geen inworp te nemen. Allemaal dat soort dingen vanaf. Het aanvallende veld mag pas gescoord worden. Er zit geen keeper in de goal. Dus dat zijn zeg maar de belangrijkste onderdelen van het walking voetbal. Ja. Naast het sportieve effect heeft het ook een sociale functie. Het is sociaal. Je leert hele nieuwe mensen kennen die je dus nooit daarvoor had gezien. En nou bij een leuk ploegje. We gaan ook regelmatig bowlen met een ploegje. Dus ja, het is dus vooral het sociale gedeelte erg belangrijk. Ja. Ja, ik denk als je ouder wordt, dan heb je daar wel behoefte aan om elkaar wat vaker te zien. Niet in huis te zitten, maar gewoon toch weer je maatjes opzoeken en samen wat sporten. En de ene gaat tennissen en de ander gaat walking voetbal. Er zijn een hoop mensen die alleen thuis zitten en die gewoon af en toe uit moeten eigenlijk. Zoals wij af en toe de kroeg in gaan om een biertje te drinken, om even eruit te zijn. En dan gaan hun wat gezonder is een balletje trappen. Dan is toch de vraag, kriebelt het niet voor Frans Thijssen om mee te doen? Nee, dat is altijd moeilijk om daar antwoord op te geven. Omdat je bent nog steeds altijd een fanatiek profvoetballer geweest. En je speelt nu niet met spelers waar je elke keer een ideale bal van kunt verwachten. En voordat ik me ga ergeren in zo'n wedstrijdje, dan denk ik dat ik beter niet mee kan doen. Daar ben je nog te fanatiek voor, denk ik, om daaraan mee te doen. Dan doen we het op deze manier doen we mee. En kan trainer Rogier Meijer van NEC nog een beroep doen op de mannen? Ja, kijk, goede spits of een goede verdediger, dan kan die af en toe bij ons nog even aan de bel trekken. Maar het zal er wel niks van komen, neem ik aan. Kom op, NEC. Pak die bal af!